2020. Een jaar waarin we ons, ondanks de coronapandemie, weer hard maakten voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen. Er was veel behoefte aan toegankelijke informatie over corona. Pharos heeft steeds na iedere persconferentie nieuwe informatie gemaakt of aangepast en verspreid in 13 verschillende talen. Symposia en congressen konden niet meer live. Daarom hielden we ruim 70 webinars over gezondheidsvraagstukken. Met ruim 2500 deelnemers uit verschillende domeinen. We praten met de mensen om wie het gaat. Mensen voor wie achterstanden het grootst zijn en oplossingen het hardst nodig. Deze gesprekken voerden we in een taal die iedereen begrijpt. Het aantal bezoekers van de Pharos-website is bijna verdubbeld naar 550.000. Ook het aantal volgers op social media steeg flink. De Pharos kennisproducten werden 200.000 keer gedownload. Meer dan 1000 professionals volgden onze e-learnings en online scholing. Onder meer over manieren om effectief en persoonsgericht te communiceren met laaggeletterden, migranten en vluchtelingen. Samen met anderstaligen en laaggeletterden maakte Pharos beeldmateriaal over ingewikkelde onderwerpen. Dit materiaal helpt zorgprofessionals bij gesprekken met mensen uit deze groepen. Pharos en de onderwerpen waar we voor staan kregen dit jaar veel aandacht in de media. Corona maakte duidelijk dat de mensen in kwetsbare situaties het hardst worden geraakt. Samen met jou willen we ons in 2021 blijven inzetten om de gezondheidsverschillen verder te verkleinen.